Het is de grootste natuurramp van de vorige eeuw. Een muur van water. De watersnoodramp van 1953 vernietigde dorpen en steden. In die rampnacht lopen in Zuidwest-Nederland 200.000 hectare onder water. Mijn vader zag het aankomen. Hij wist 100% zeker dat het gaat mis. Er was gewoon aan het lot overgeleverd. Moest ook niet te veel uit het raam kijken, weet ik wel. Er verdwenen dus huizen in het water. De nieuwe vierdelige serie Het Water Komt. Vanaf vrijdag op NPO 2.